En we liepen zo naar buiten, via de buitenkant was een apart vleugel. En toen zei hij, dit zou ook een goede locatie zijn voor een sombrero. Nee! En ik merkte dat Markel, mijn vriendin, helemaal geen idee had waar dit over ging. Nee. En dit voelde als genootschap. Ja. Ja. En toen zei ik, ja. Een beetje zoals Fight Club. Precies. Weet je wel? Zo, ja. Zo knipoogje in het restaurant. Is dit niet een goede plek voor een bijeenkomst? Toen zei ik ook, dit heeft prima trainingsfaciliteiten. We hebben hier het bos, we hebben hier de duinen. Ja, die vijver, daar kan je zwemmen, tijgen. Stormbaan. Ja man, dit is fantastisch. Dus nogmaals, Paul, bij deze je shout-out. En wij komen zeker een keer een podcast... Bij Duin en Kruid opnemen. Bij Duin en Kruid opnemen. Oh, lijkt me heerlijk.